Vanuit de TEDx-studio in de Amsterdamse stad Schouwburg praat ik nu met Rogier van der Heijden. Hallo Rogier. Hi. Je werkt sinds kort bij Philips. Dat heb je klopt. Een passie voor lampen of zo? Een passie voor lampen? Ja. Nou weet je. Oh, dat is wel grappig. Ik was op vakantie in Griekenland. En daar stond op het menu in een plaatselijk restaurantje Chopped Lamps. En die heb ik maar besteld en die waren heerlijk. Dus lamps ja, ik heb met een P. Met een P. Er, ja. Dus ik heb toch een klein beetje. Goed. Nee hoor, ik heb een passie voor licht. Maar misschien niet zoveel voor lampen. Goed, we praten zo verder. We gaan even kijken naar je wapenfeiten. Lighting used to be just a switch on the wall. Voor hem is licht meer dan het verschil met donker. Hij sjouwde met kabels, bediende de valspot en ontplooide zich tot ontwerper van theatrale belichting. Rogier van der Heijden. Licht is zijn leven. Lighting can enhance much more our life now. Sinds maart 2010 is hij Chief Design Officer voor Philips Lighting. Hij richt zich op zinvol technologisch gebruik van licht dat de kwaliteit van het leven kan verbeteren. We believe that design can make our products and our solutions more meaningful in the everyday life of people. Volgens Van der Heijden heeft licht een grote impact op gezondheid. Enhancing life with light. Licht als betekenisvol product. Start making the light out of darkness and use the darkness as a canvas. Like the visual artists do, like Edward Hopper in this painting. Je bent eigenlijk een hele creatieve theaterman. Hoe komt zo iemand nou bij een bedrijf als Philips terecht? Ja, nou, dat begrijp ik wel dat je dat afvraagt. Ik ben echt begonnen hier in de stad Schouwburg, 20 jaar geleden, met het maken van lichtplannen voor toneelstukken. En daarna heb ik een bureau opgericht, omdat ik met architecten in contact kwam en ik ging licht maken in de architectuur. Mm-hmm. En van het een kwam het ander. En zo is Philips mij op het spoor gekomen. Ja. En toen Philips dacht, we moeten wat gaan doen met design op hoog niveau in de organisatie. We gaan het op onze agenda zetten. Toen hebben ze mij gevraagd om dat te doen. Goed, je hebt een hele chique baan bij Philips. Wat is nou je uitdaging in die baan? Nou, de uitdaging is natuurlijk om samen met alle andere mensen bij Philips er een bedrijf van te maken dat eigenlijk echt, ja, lichtoplossingen gaat bieden en niet alleen maar een lamp in een doos stopt en wegstuurt. Waar iedereen het altijd over heeft. Waar en iedereen ik zo het net altijd over heeft. Ja, ja. Nou heeft licht natuurlijk een hele grote impact op ons leven. Hoe kun je licht inzetten om je levenskwaliteit te verbeteren? Dus kwaliteit van het leven. Nou, kwaliteit, dat uit zich in comfort. Hè? Als de gebouwde omgeving van een hoge kwaliteit is, dan voelen wij ons daar beter. Op school, op het werk, thuis, in de publieke ruimte. Mooie, goede architectuur zorgt voor meer welzijn. En dat is precies waar licht ook kan helpen. Want licht maakt dat je die architectuur ook beleeft en ook ziet. En licht maakt dat de structuur van de bouwkunst ook zichtbaar wordt. Dus als een architect een mooi gebouw ontwerpt en neerzet en wij maken daar ook nog eens licht bij wat echt toont wat de schoonheid is van dat gebouw, dan komen we al een heel eind in het welzijn van de mensen. Ja, nou had je het in je TED-talk over het belang van donker ten opzichte van licht. Hoe zit dat nou precies? Ja, kijk, een TED-talk is natuurlijk een beetje ook een persoonlijke opvatting. Ja. En komende uit het theater, als je begint met het belichten van een toneelstuk, dan is alles zwart. En dan ga je net als een soort schilder een streek hier doen en een kwastje daar. En zo componeer je als het ware het hele lichtplan. En ik ben er een voorstander van om dat in de architectuur ook te doen. Omdat ja, zonder het donker beleef je ook het licht niet. We hebben het gehad over welzijn, maar je hebt ook nog het aspect gezondheid. Speelt licht daar ook een rol in? Ja, we ontdekken steeds meer over de rol die licht speelt in de gezondheid, in onze fysieke gesteldheid. Het blijkt dat bepaalde kleuren blauw licht van grote invloed zijn op onze lichaamsritme. Dus ons slaapritme, ons waakritme, ons concentratievermogen, onze alertheid en onze ontspanning worden allemaal beïnvloed door hormonen in onze bloedbaan. En de niveaus van die hormonen, zoals melatonine en serotonine,
die worden beïnvloed door het licht in onze omgeving en met name de kleur daarvan. De kleur van het licht? Ja. Want het is een heel spectrum, hè, licht. Een heel spectrum aan kleuren in feite. Ja, alle kleuren die je ziet in de regenboog, die zitten in het witte licht. En dan met name de blauwtinten, ja? Die zijn van grote invloed op onze, op de chemie in ons lichaam, zeg maar. Ja. Dus hoe kun je nou die stralen, of die schakeringen van licht, hoe kun je die nou inzetten voor gezondheid? Nou, wij kunnen wit licht maken waar meer of minder van dat blauw in zit. En op die manier kunnen we zorgen dat mensen zich alerter voelen of productiever zijn op de werkvloer. Of in een ziekenhuis beter slapen en daardoor sneller herstellen. Kun je een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, daar had je het net even over. Hoe kun je daarmee spelen? In een ziekenhuis is het denkbaar dat als je zorgt dat mensen makkelijker in slaap vallen, dat ze ook sneller herstellen. Want wie goed slaapt, wordt sneller beter. En de verlichting kan ervoor zorgen dat 's avonds, doordat we het blauwe licht uit het licht halen en het licht warmer maken, dat er eigenlijk een situatie ontstaat waarin je gemakkelijker in slaap komt en ook dieper slaapt. En daardoor dus sneller kunt herstellen. En het herstel, dat heeft plaats tijdens de slaap met name. Ja, ja. Ja. Is dat in geld uit te drukken? Bijvoorbeeld verzekeringsgeld of ziekenhuisgeld? Kijk, ik ben geen rekenmeester, maar je kunt je voorstellen dat als mensen een paar dagen eerder uit het ziekenhuis ontslagen kunnen worden, dat er niet alleen de kostenbesparingen enorm zijn, maar dat we ook een capaciteitsprobleem misschien oplossen. Dat we wellicht op termijn iets gaan doen op die manier aan wachtlijsten. Maar zeker ook, ja, wat je zegt, dat de kosten van het verblijf in het ziekenhuis gereduceerd worden. Ja. En wat zou dat kunnen zijn in jouw wildste dromen? Nou, in mijn wildste dromen helpt licht natuurlijk om eigenlijk ons leven wat aangenamer te maken dan het al is. Hè? En daar hoort natuurlijk ook bij dat als je ziek bent, dat je ook snel weer beter wordt. Ja. Maar als ik heel even ook buiten het ziekenhuis mag treden, dan denk ik ook bijvoorbeeld aan jetlag. Hè? Dus als we met het blauwe licht onze biologische klok een paar uur vooruit of achteruit kunnen zetten, dan zou dat toch heel erg prettig zijn op lange reizen. Omdat het op melatonine in het lichaam reageert. Ja, en ons ook weer gezonder doet voelen. En daarom gaan we minder snel naar de dokter toe. Ja. En minder pillen en minder van alles eigenlijk. Minder van alles. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk wel te wenselijk. Ja, het is heel positieve ontwikkeling. Dan vraag ik me dus af, als ik nou zelf thuis het licht gewoon lekker aanlaat, heeft dat dan ook effect op hoe ik mij voel? Ja, we denken dat het wel zo is. We denken dat mensen beter slapen, dus uitgeruster en energieker zijn, wanneer de omgeving 's avonds met minder koud licht, met minder blauw licht is belicht dan overdag. Ja. Ik ben zelf iemand met slaapproblemen. Wat zou ik nou moeten doen? Nou, wat je zou kunnen doen is na 10 uur 's avonds niet meer achter de computer gaan zitten. Daar zit de fout. Daar komt heel veel blauw licht uit. Ja. Wat je zou kunnen doen is een wekkerradio kopen met rode cijfers in plaats van blauwe of groene. Ook heel belangrijk. En, dus het zit hem echt in dat soort kleine licht? Het zit hem in licht. Hele kleine dingen. Ja. Het zit hem in het kleine indicatorlampje op het infuuspompje naast het bed op de intensive care. Daar zit het hem al in. Daar zit het hem gewoon in. Hele kleine lichtbronnen die groene blauwe golflengtes uitstralen en die hormoonproductie triggeren. Ja. Het is ongelooflijk, maar waar. Dus ja, en voor de rest maak het gewoon wat donkerder thuis. Dat is ook heel prettig en heel contemplatief, zou ik zeggen. Ja, nou hebben we het altijd over dat het in het westen waar wij wonen dan, dat het eigenlijk nooit meer donker is en dat de dieren daarvan in de war raken. Maar jij zegt, toch maar wel een bepaald soort licht aanlaten, dan voel je je beter. Nou, ik denk dat we vooral gebaat zijn bij een goed ritme van licht en donker. En aangezien we het niet donker kunnen maken in het ziekenhuis of op de werkvloer, zullen we de kleuren gaan moduleren, zodat we toch zoveel mogelijk van het positieve effect realiseren. Maar de dierenwereld is wel zeer gebaat ook bij donkerte. En ik denk wij zelf uiteindelijk ook. Uiteindelijk. Als ik een voorbeeld mag geven. Ik heb gewerkt aan historische gebouwen waar vleermuizenkolonies wonen bijvoorbeeld. En hebben heel speciaal ervoor gezorgd dat het licht ook uit is als dat voor die beestjes goed is. Ja. En verder werken wij aan boorplatforms op de Noordzee, waar we het licht van kleur veranderen, zodat vogels die op trektocht zijn daar niet meer gedesoriënteerd raken. Dus in feite, ja, we doen de schepping, om het maar even zo te noemen, maken we net ietsje mooier door middel van licht. Licht heeft met alles iets te maken. Ja. Dankjewel. Nog één laatste vraag, want je bent toch wel een van de laatste sprekers vandaag. Wie heeft jou heel erg geïnspireerd vandaag?
Jeetje, nou, ik heb er heel veel gezien en ik vond heel veel inspirerend. Maar ik vond vooral die speeches inspirerend van mensen die heel erg vanuit zichzelf een verhaal vertelden. In al hun authenticiteit. En ja, ik vond mijn voorganger, Jorne, die uit een schippersfamilie komt en dan ja, daar staat te vertellen dat de motorboten weer zeilboten moeten worden. Dat vond ik toch zo inspirerend, want hij zei het echt recht uit het hart. En ja, met zijn hele geschiedenis en legend nam die mee in, dat, in die talk. En ja, dat vond ik dan toch wel het meest inspirerend. Dankjewel. Ja, graag gedaan.